Zo, inmiddels ben ik al lang in de polder hoor. Het was een goede rit. Terug moet ik wel via een omweg, want de A6 is dicht. Ik ben al boven. Het is 9 uur. Ik heb nog een stuk met Raaf gelopen, maar ik ben echt helemaal af. Nou, alle componenten staan klaar. 1 ovenschaal ingezet. Het gehakt. Zo, staat in de oven. Hele goede zaterdagmorgen. Het is vandaag zaterdag 20 maart 2020. En ik zit in mijn stoel, maar ik sta eigenlijk op het punt om iemand uit te gaan laten. Alleen, de heer heeft nog hele zware luikjes. Maar ik denk als ik het W-woord ga zeggen, dat hij dan wel in beweging komt. Maar op dit moment ligt hij nog heel erg lekker, hè? Ja. Lekker tussen de kussentjes in, lekker warm. Maar ik ga hem zo even uitlaten en dan ga ik mijn auto's even volpakken. En dan op naar de polder. Let op. Raffi, ga je mee? Kom, gaan we wandelen. Want wandelen, daar is Raffi altijd voor in. He? Al is het 100 keer op een dag. Ja, daar ga ik even een rondje. Zo, inmiddels ben ik al lang in de polder hoor. Het was een goede rit. Terug moet ik wel via een omweg, want de A6 is dicht. Maar ik ben lekker bij mijn moeder. Ze is heel even op bezoek bij iemand anders. Want die hadden een heel mooi jubileum te vieren. En ik ben lekker hier. En Raffi is gezellig mee. Die heeft ook al hier zijn plekje helemaal gevonden. Dat is super fijn. Maar ik wilde jullie even wat laten zien. Die moet ik nog in elkaar gaan leggen. Dit is de corso puzzel. Even kijken hoor. Dit is hem helemaal. Die kleuren. Volgens mijn moeder was het een hele ingewikkelde puzzel. Maar die zus van het corso in Vollenhoven. Iemand vindt het dekentje op de bank een hele geschikte plek om een dutje te doen. Hij houdt wel ontzettend mij in de gaten, want als ik me beweeg en opsta, dan wandelt hij keurig achter me aan. Dus dat vind ik een heel mooi teken, dat hij het gewoon echt gewoon op mij vertrouwt. Maar hij ligt gewoon heel erg lekker, hè? Ja. Maar er staat een javaan van de kraan voor het huis aan de overkant van de weg. Dat is echt nog een tussenweggetje, grote weg. Nog een tussenweggetje zijn ze bezig met, we denken, een tuin uitgraven. Maar er staat echt een hele hoge kraan. Hoi, ben weer thuis. Wat was dat een fijne dag. Heel veel dingetjes kunnen doen voor mijn moeder. En we hebben heerlijk zitten bijpraten uiteraard. Ik ben nog even langs mijn zus en zwager geweest. Daar heb ik het volgende boek. En dat is fijn, want ik heb deze bijna uit. En ik heb daar even cadeautjes gebracht voor de verjaardag van mijn zwager. Dat papierpakket vond hij super leuk. Dus nou ja, dat is ook fijn. Nu ben ik thuis even de tas aan het uitpakken. En ik ben voor de verandering dus niet net meer binnen teruggekomen dan dat ik heen gegaan ben. Dat is ook relatief uniek. Dus nog alleen even mijn hoestdrankje opruimen. En het gaat super goed met deze thymesiroop. Ik ben er echt zo blij mee. En meneer heeft vanavond lekker patatjes gebakken voor zichzelf. En ik ga nu eventjes een laatste tas opruimen. En dan ga ik heel even gewoon zitten zonder dat er beelden voorbij flitsen en zo. Want zo, dat was nog best indrukwekkend weer. Dan merk je echt dat gewoon nog mijn hoofd een beetje lol doet. Maar goed, ik ben er weer. Ik ben al boven. Het is 9 uur. Ik heb nog een stuk met Raaf gelopen, maar ik ben echt helemaal af. Ik ga zo lekker Lego Masters aanzetten. En dan hoop ik gauw in slaap te vallen, want ik ben echt gewoon. Ik geef wel aan dat ik nog steeds niet oké ben. Dus dat is wel jammer, maar het was een toffe dag. Het was het echt waard. Maar nu moet ik gewoon even om mezelf denken, dus tot morgen. Goedemorgen, zondagmorgen. Nou, ik zie dat mijn haar een beetje debiel zit, maar... Het valt op zich mee hoor. Het is 21 maart, vandaag is mijn zwagerjarig. En vanuit gefeliciteerd. Ik weet niet of je kijkt, maar gisteren hebben we dat natuurlijk al even gedaan. In elk geval ga ik nu even een rondje met Raffi lopen, want die wil heel graag uit. Want het is al 8:30 en dat is natuurlijk niet gewend. Dus ik ga gauw een rondje met hem lopen.
gisteren heeft Emily een nieuwe ventilator, een CPU-ventilator, in mijn computer gezet. Mijn beeld scheef. Maar valt mee, denk ik. En nu is mijn computer zo stil dat ik naar het lampje moet kijken om te zien of die aan is. Wat zal dat een verschil geven met het opnemen met de bullet journal video, de voice-overs. Ik ga in elk geval nu even de video van vrijdag editen en misschien ook nog wel een bullet journal en nog wel klaarzetten dat ik hem in kan spreken. Maar dat ga ik nu niet meer doen. Het is inmiddels al 11:30 en ik heb straks nog even dat ik Emily even weg moet brengen naar mijn neef. En dan wordt ze weer teruggebracht aan het eind van de dag. Dus dat is prima, maar ik moet even heen en weer. Ik wil zo ook nog lekker even een stuk met Ravi lopen, dus ik ga het klaarzetten en dan later vanmiddag lekker opnemen. Ik ga even aan de slag. Hoi, was ik weer. Inmiddels is het, zit jullie nog even hier in de kast. Iets makkelijker, even die iets zachter, zo. Yo, hallo, daar was ik weer, ja. Inmiddels is het al eind van de middag, ik ben aan het koken. Ik ga een breitaart maken. Voor 2 dagen, 3 dagen. Ook voor een avondeten en een lunch en nog een keer een avondeten in elk geval. Genoeg. Daar staat nu het gehakt voor te bakken met heel veel curry. Ik ga even een lichtje aan doen. Helpt dit? Eigenlijk moet ik net de andere kant. Wacht even. We gaan een andere plek vinden voor jullie. Werkt dit? Ja, dit werkt wel. Ik heb ze al vrij gesneden, knoflook, ik ga de kruidenkaas doordoen, gewone kaas en denk een beetje bouillon ofzo. Ik heb gewoon een receptje, gewoon, nou ja, normaal gesproken een hartige taart maak, alleen nu dan met gehakt. En dan met prei. Ik zou er ook nog ham ofzo door kunnen, want het wordt echt een beetje kazig geheel. Dat vind ik lekker. En curry, want dat heb ik wel flink doorgedaan. Ik denk 2,5 theelepels, 3 theelepels. Maar ik was nog even aan het hakken met mijn hakker. Die heb ik van Petra gekregen. Dat is echt zo fijn. Dit komt uit de vriezer en staat nu denk ik 3 minuten te bakken ofzo. Nou, ik doe er nu geen ui doorheen. Omdat ik al prei heb en ik heb best heel veel prei. Ik kan hier wel even staan nu. Knoflookteentje. Nou, wat zou je er nog meer kunnen doen? Kunnen doen paprika of zo. Ja. Ik doe alles wel, denk ik. Maar ik ga een elk geval met roomkaas maken. En met gewone kaas en een paar eieren. Dat vind ik ook altijd wel handig, want dan bindt het lekker, zeg maar. Dus ik ga eventjes dit laten bakken. En dan ga ik zo meteen eventjes de roomkaas en de eieren mengen en ik ga het kaas raspen. Nou, alle componenten staan klaar. 1 ovenschaal ingezet. Het gehakt preimengsel met een teen knoflook erdoor. Gaat in de ovenschaal. En ik vind het fijn om dat even te laten slinken, de prei. Dan krijg je een wat betere verhouding in je schaal. Het ruikt nu al echt super lekker. Ik heb hier een mengsel gemaakt van ei en kruidenkaas. 200 gram kruidenkaas en 4 eitjes. En dat heb ik even goed door elkaar gemixt met een mixer. Kun je het ook met de hand doen, maar waarom zou je moeten doen als het makkelijk kan? En dat schenk ik er nu heel rustig over, dat het er goed door kan zakken, tussen kan zakken. Want dat wordt zeg maar je verbinding tussen alles. En die kruiden, ik heb nu kruidenkaas, nu kun je ook roomkaas nemen. Maar die kruidenkaas zit alweer wat bieslook door en dat vind ik dan weer heel erg lekker. En dan nog kaas eroverheen. Je kunt nooit ergens te veel kaas in doen, zeg maar. Dan ga ik het even er goed tussen doen. Dat is altijd wel even een dingetje. Dus ik roer het altijd dan een klein beetje om, zeg maar, dat het overal een beetje komt. En ik doe er zo nog wat nootmuskaat over. Dat vind ik altijd heel erg lekker bij prei. Maar ik denk dat dat nu ook heel erg lekker is. Ik zal eens even laten zien hoor, hoe het eruit ziet dan. Als ik het helemaal omgehusseld heb. Ik had misschien wel iets minder ei kunnen doen. Maar goed.
Ik denk dat het wel heel erg lekker wordt. Het wordt een soort hartige taart zonder bodem. Nou, zo ziet het er nu uit. Nog een beetje nootmuskaat erover. Ik heb dat gewoon in een potje, een los potje. En dat schud ik gewoon een klein beetje overheen zo. Er zit genoeg zout en peper over. Je kunt ook nog wat sambal batjak doen of sambal oelek. Maar ik heb niet zo zin in een hele stevige, sterke hap. Ik ga de kaas erover strooien. Vers geraspte kaas. Dat gaat lekker een heel knapperig laagje worden. En de rest wordt lekker, als het goed is, smeuig. En dat bij elkaar, nou ja, wordt heel erg lekker, denk ik. Zo. Gaat een half uurtje in de oven op 180 graden. Zo, staat in de oven. Nog heel even geduld. Joehoe. Hallo. Hoi, inmiddels is het al een stukje later op de avond, bijna 9:30. Ik ga naar boven, want ik ga zo Wie is de Mol terugkijken. Wie is de Mol? België. En Ravi ligt inmiddels in zijn bed. Ik was nog even bezig daar op de computer, maar dat was ik jullie kwijt. Hè? Een beetje schone bed, hè? Ja, een lekker deken over doen. Kijk, zo. Kun je lekker liggen. Oeh, ja. Ja, ik vind jou ook lief. Ga maar lekker slapen. Ja, dan denk je 9:30. Waarom ga je nu al liggen? Nou, vanwege dit. Wie is de Mol België? Ga kijken. Het staat erop. Het is 9:45, denk ik, inmiddels. Zoiets. Hoe laat is het? Ja, 9:45. Het staat er nu op. Dus ik ga kijken. En dat is ook de bedoeling. Want anders moet ik morgen een hele dag allerlei... mag ik niet op je Facebook kijken, niet op YouTube, nergens. Want dan kom je overal die spoilers tegen. En dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik ga nu nog even kijken. Duurt een uurtje. Dus 10:30. Mooie tijd om te gaan slapen. Of tenminste, 10:45 dan. Uur. Uur en 20 minuten zelfs. Ik ga om 11:00 pas slapen. Het is toch jammer dat te laat opstaan. Misschien dat ik het niet helemaal kijk en morgenochtend nog een stukje of zo. Maar ik ga nu gauw verder kijken. Jongens, wat zit dat weer briljant in elkaar. Als je het niet kijkt, je kunt het kijken op België. Go Play heet het, geloof ik, daar. Go Play BE of zo. In elk geval, het is gratis. Je moet wel een accountje aanmaken. Gebruik even de postcode 2000 Antwerpen. Dan kun je daar gratis gebruik van maken. En dan kun je alleen de Mol kijken. Nou, meer hoef je ook niet. Meer hoef ik daar niet te kijken. Dus dat is prima. Maar ik heb het nog niet afgekeken. Ik moet nog 20 minuten. Maar mijn ogen zakken dicht. Dus ik ga gewoon lekker slapen. Achter me ligt al een hondje lekker te snurken. Dus hij maakt hele zachte geluidjes. Hij snurkt lang, niet zo hard als Buk. Dus ik ga ook lekker slapen. Zie jullie morgen in een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken naar deze. Het was een fijn weekend. Ik zie je graag terug morgen in een nieuwe. Tot dan. Hele fijne dag als jij deze video's morgen eens kijkt. En kijk eens avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Doei.